toch hier, Epions. Vertel, okay. Wat is het? Nou, Epions, eigenlijk zou ik daar heel veel filmpjes van kunnen maken, maar dat doen we even niet. Epions is eigenlijk gewoon een huidmerk, huidlijn, waar je gewoon je huidverzorging mee kan doen. Oh, het is een huidverzorging, ja, dus ook okay, heel duidelijk. Dus het zijn verschillende producten. Verschillende producten. Nou, iedereen weet het wel, de cleansers, de productjes die thuis op de wastafel staan, de cleansers, zeg maar. De dag- en nachtcreme en dat soort zaken. Heel duidelijk. Maar het is eigenlijk gewoon een volledig systeem. Wat het grote voordeel van is, is dat het echt het middel, de huidverzorging is heel wetenschappelijk ingericht. Dus dat betekent, het is door een van de bekendste dermatologen in Amerika ontwikkeld. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een training van hem gekregen. Die persoon begon echt, jij vindt mij heel technisch, hij begon echt alles te vertellen. En dus ik had echt zoiets van, er is eindelijk iemand die weet waar je over praat. Dus dat heeft mij eigenlijk over de streep getrokken. Het grote voordeel daarvan is dat ze echt met natuurlijke elementen werken. Dus bijvoorbeeld als jij, dat vinden veel vrouwen belangrijk, parabeenvrij en dat soort zaken. Ja, dat is allemaal, wordt niet gedaan. Het is heel rationeel opgebouwd. En wat het grote voordeel is dat zijn de lithische producten. Dat betekent eigenlijk degene waarmee je de huidverbetering krijgt. En dat zit uitstekend in elkaar. Oké, daar is over nagedacht. Daar is echt over nagedacht. En de andere middelen zeg ik ook wel eens in mijn praktijk. Oké, die kun je ook wel met andere producten die combineren, andere mensen kan combineren. Maar daar zit echt de toegevoegde waarde. Maar goed, en dat zijn ook de mogelijkheden dan direct. Dus de mogelijkheden zijn eigenlijk die huidverbetering. Huidverbetering, toch echt... inderdaad. En je ziet wel dat mensen meestal toch al heel snel overschakelen naar de andere producten. Ja. En, ja, ik, want wat kan je verwachten van dit? Nou, het wordt gewoon, die huid wordt optimaal verzorgd. Ja. Maar je ziet gewoon dus dat de poriën, dat de huidkleur allemaal gewoon beter wordt. Eigenlijk gewoon wat een gezonde huid is, of wat mensen mooier vinden, dat wordt gewoon echt verbeterd. Oké, en hoe lang moet je die producten gebruiken? Of hoe lang zijn... voordat je dat effect ziet, ben je toch wel echt een huidcyclus verder. En dat is 6 weken. 6 weken. Dus na 6 weken zou je het Dan ga je dat echt wel zien. Ja. Okay. Dus als ik het samenvat, Epionse, zeg ik het goed? Ja. Epionse is dus eigenlijk een verzorgingslijn. Met dus alle productjes wat je op je nachtkastje hebt staan. Zeg maar, van dagcremes tot cleansers. En het zit gewoon heel goed in elkaar. Waardoor je echt verbetering van de huid krijgt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Toch? Dat is de conclusie ervan. Ja, nou, top.